is een lesrooster en een absenten toner, zeg maar, voor op je iPhone. En wat laat het nou precies zien? Het laat je voor studenten laat het, het lesrooster zien, gebaseerd op de lesgroep waar je in zit, van vandaag en van deze week of van het blok, kan je kiezen. En docenten, die zien hun eigen rooster. We hebben een app gemaakt, een AV-app. En die komt over een week in de App Store. Twee dingen, 's ochtends wakker worden, kijken of je uit je bed moet. En de andere is in de lift staan en kijken in welk lokaal het ook weer was. We denken dat het een aanvulling is op het intranet. Want veel studenten hebben een smartphone, eigenlijk allemaal wel. Dus hij... We verwachten dat die veel gebruikt gaat worden. Ja, voor zover wij weten, hebben we wat onderzoek gedaan, is er veel behoefte aan lesrooster en absenteninformatie op je mobieltje. Nu alleen nog voor deze faculteit, maar die, we zijn in gesprek met de andere domeinen, zoals techniek. En die wordt uiteindelijk ook voor de hele HVA bestemd. Wat heeft een zelffiets met een app-lancering te maken? Goede reclamemogelijkheid en goed dat je het ziet. Deze app is voor de iPhone, voor de iPod. En die kunnen ze downloaden in de App Store. Die is dinsdag 8 november in de App Store. Dus dat kan iedereen gebruiken. En over een maand komt er ook een versie voor de Android-toestellen. Nou, hij staat er net. En ik heb nu al een paar mensen inderdaad met hun mobieltje de QR-tag zien scannen. Dus ik neem het aan dat het helpt of dat het werkt.